Mooi, maar levensgevaarlijk. Dat is het Jacobskruiskruid. De plant komt hier van nature al heel lang voor. Maar de laatste jaren is de soort in aantal enorm gegroeid. Goed nieuws voor de insecten van Brabant. Er zit een hele specifieke vlinder op, de Jacobsvlinder. En die maakt rupsen, die zijn zwart-geel gestreept. En die herken je zo als je ze ziet. Die kunnen die planten helemaal kaal vreten. Dus ja, het wemelt hier van leven rond die plant. Zoals gezegd, mooi, maar levensgevaarlijk. Want het kruid is giftig. Jacobs kruiskruid is niet de enige giftplant in Nederland. Zeker niet. Er zijn nog veel giftiger, zoals de taxus en de eik. En ook de vingerhoedskruid. Eén plant of één hapje is bij Jacobs kruiskruid niet dodelijk. Het paard moet dan al gauw enkele tientallen tot misschien zelfs wel honderden grammen opeten, zeker in de loop van een aantal weken, om vergiftigd te raken. Het giftige kruid treft per jaar nogal wat dieren. Ik denk dat het toch wel gauw om enkele tientallen tot misschien zelfs enkele honderden per jaar gaat. Waar in ieder geval vergiftigingsverschijnselen zijn, dat wil niet zeggen dat het doden zijn natuurlijk. Als de plant in een weiland staat, lopen dieren er met een grote boog omheen en eten het dan meestal niet. Als de plant in hooi voorkomt, is er wel een groot probleem. In gedroogde vorm wordt die door het vee gewoon opgegeten. En dan krijg je die vergiftigingsverschijnselen. Toch eten paarden wel eens van het verse Jacobs kruiskruid. Het is daarom zaak dat de paardenwei goed wordt beheerd. Er zijn twee dingen. De wei moet af en toe gemaaid worden om te zorgen dat hij niet meer in die paardenwei terechtkomt. En ander ding is zorgen dat de bodem goed gesloten blijft. Voor weilanden waar koeien grazen is er meestal geen probleem. Die weilanden worden namelijk vaker bemest, zodat het gras het wint van het kruid. Voor bermen ligt het weer anders. Dat moet je doen door te zorgen dat er voldoende planten in die bermen groeien. Dat het dus ook dat de bodem bedekt is. En voorkomen dat je in die berm steeds weer nieuwe kabels gaat leggen. Want die bodemverstoring leidt weer tot het kiemen van Jacobs kruiskruid. Als landbouwgrond teruggegeven wordt aan de natuur, dan hoef je eigenlijk helemaal niks te doen. Als je landbouwgrond uit productie neemt, dan heb je in het begin veel Jacobs kruiskruid, omdat je een open bodem hebt en vervolgens dan verdwijnt die, komt die niet meer terug. Als eigenaar van een terrein kun je dus op verschillende manieren ervoor zorgen dat het Jacobs kruiskruid verdwijnt. Maar ook als eigenaar van een dier kun je iets doen. Het is in ieder geval zeer raadzaam om als paardenhouder of veehouder die hooi aankoopt te zorgen voor voor een garantie. Liefst zwart op wit, dat er geen Jacobs kruiskruid in zit. Al met al is de aanpak van het probleem iets voor terreinbeheerders en veehouders samen. Maar het probleem moet ook weer niet worden overdreven. We moeten bepaald niet onderbelichten dat er ook nog heel veel andere gifplanten zijn die bijvoorbeeld in de tuin staan en waar we ook paarden per jaar heel veel mee vergiftigd worden. Hoe het ook zij, het Jacobs kruiskruid. Mooi, maar levensgevaarlijk.